Schermen is een van de vier oudste Olympische sporten die er bestaat. En ja, we hebben natuurlijk een hele lange historie, hè. Vroeger al van het zwaardvechten in de ijzertijd. Ja, binnen het scherm heb je drie verschillende wapens, degen, floret en sabel. En eigenlijk, ja, voor een leek lijkt het heel erg op elkaar, maar je kan het vergelijken met tafeltennis, squash en badminton. Het lijkt een heel klein beetje op elkaar, maar het is te specifiek om in twee onderdelen op twee onderdelen wereldtop te zijn. Nou, scherm is een van de oudste Olympische sporten en is al vanaf het begin bij de Olympische Spelen. Schermen wordt ook gezien als schaken met 200 km per uur. De punt van je degen is het snelst bewegende sportobject na een kogel uit een sportpistool. Mensen die vragen wel eens waarom ik de resultaten haal die ik behaal. Nou, ik denk ten eerste omdat ik het nog steeds heel erg leuk vind. Dat is een van de belangrijkste dingen in de topsport. Je moet het leuk vinden. En ten tweede, ja, er is wel tegen mij gezegd dat ik talenten had en heb. Maar dat samen met hard werken is denk ik een dodelijke combinatie. Nou, mijn weg is ooit begonnen in de wieg. Ik werd meegenomen door mijn vader en mijn moeder naar de schermclub. Toen nog in Hees, ergens in de buurt van Os. En daar werd ik als babytje ja, te slapen gelegd in de wieg. En dan hoorde ik het wapengekletter al om me heen. En ja, eigenlijk van daaruit is het begonnen. Ik moet wel zeggen, ik heb heel veel andere sporten ook gedaan daarbij. Ik voetbal nog steeds en ik tennis en ik heb badminton. Ja, het was eigenlijk in 1992. Toen gingen mijn ouders samen met mij en mijn zusje gingen op vakantie. En dat was naar Barcelona. Niet heel toevallig waren daar de Spelen aan de gang. En ja, ik zou nooit vergeten dat ik toen met mijn vader binnenliep in de schermzaal. En wij wilden eigenlijk onze held zien, Pavel Kolobkov. Een Russische schermer die ja, zo'n beetje alles gewonnen heeft wat er te winnen viel. Ook nog minister van sport is geweest van Rusland. En ja, die wilden wij zien. En wij kwamen daar binnen en hij was midden in zijn Olympisch toernooi. En ik was een klein schoffie van een jaar of 10 en ik vroeg zijn handtekening terwijl hij bezig was met zijn Olympisch toernooi. En ik had eigenlijk verwacht dat ik een zwaai met de degen zou krijgen, maar hij heeft die handtekening ook aan mij gegeven. En ja, toen liep ik met mijn pa naar buiten en toen zei ik van pap, wat er ook gebeurt, ik wil ooit naar de Spelen toe. Maar uiteindelijk ja, zijn we nou drie spelers verder. Zijn we naar Peking, Londen en Rio geweest. En ja, ik ben nog niet klaar. Kijk, als ik dit knopje indruk, dit puntje, als ik dit puntje indruk, dan moet er minimaal 750 gram druk op komen. En als ik dit indruk, dan maken er twee puntjes, die maken contact met elkaar in deze punt. En dan gaat er daar een lampje branden. En zo kan ik zelf zien, mijn tegenstander, publiek en de scheidsrechter wie er dan een treffer maakt. Nou, ik ben groen en de andere kant is dan rood. En zo scherm je tegen elkaar. Nou, omdat schermen als een hele oude sport is, en in heel veel landen heel groot, in Nederland niet heel groot, maar wordt er ook ontzettend veel nagedacht, niet alleen over technieken, maar ook over tactieken. Nou, mijn specialiteit is dat mijn vader mij geleerd heeft om verschillende tactieken en verschillende technieken toe te passen. Je hebt de Italiaanse stijl met de bijbehorende tactiek, de Duitse stijl met de bijbehorende tactiek, Frans. Maar ja, mijn vader die is vroeger naar veel landen geweest, veel toplanden, Rusland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije. Daar heeft hij zeg maar in de keuken gekeken van, goh, hoe doen jullie dat nou?
En dat is eigenlijk in het kort een tactiek. Wij denken niet zozeer in aanvallen of verdedigen. Wij denken meer in druk zetten en in tweede intentie schermen. Dus eigenlijk iemand voor de gek houden. Net doen alsof je bijvoorbeeld op de voet gaat steken. En die tegenstander gaat dan daarop reageren. En dan op het laatste moment, dan doe je toch wat anders. Dat is eigenlijk tweede intentie denken. Maar je kan ook derde intentie denken, vierde intentie denken. En zo zijn wij constant bezig om je tegenstander te analyseren. Dat begint al eigenlijk weken van tevoren, videoanalyse. Vroeger kende ik denk ik het merk schoenen en de doopnaam van mijn tegenstanders nog. Tegenwoordig staat alles op YouTube en kan je alles opzoeken. En het mooie is, ik kan schermen als een Duitser tegen een Fransman, maar ik kan ook schermen als een Fransman tegen een Duitser. En ik denk wat mijn twee sterkste punten zijn, is dat ik mijn tegenstander heel goed kan lezen, ook heel goed kan aanvoelen. Kijk, want bij heel veel sporten heb je geen masker op en dan kan ik aan jouw gezichtsuitdrukking zien hoe jij je voelt. Maar bij het schermen heb je een masker op, dus ik kan jouw gezicht bijna niet zien. Dus ik moet zeg maar aan jouw andere lichaamsdelen zien hoe jij je voelt. En dat, ja precies, en dat heb ik in de loop der jaren wel goed ontwikkeld, denk ik. Dat is een heel erg belangrijk wapen om te zien hoe iemand zich voelt en hoe je daar dan op inspeelt. Kijk, je kan een treffer maken. Je mond houden, omdraaien en verder niks doen, maar je kan een treffer maken en dat dan bijzetten met een krachtige schreeuw of juich, wat heel erg normaal is binnen het schermen. Maar wat vooral belangrijk is, dat je je tegenstander kan lezen, dat je weet op welk moment hij wat gaat doen. En dat is iets wat je leert aanvoelen, maar ook wat je kan analyseren in video's. Dus het laatste World Cup die we hadden gehad was in Vancouver in Canada. En ik stond toen bij de beste vier en de beste vier is altijd de finale bij ons. In Vancouver en ik keek om me heen naar die drie gasten en ik zag gewoon dat die hadden echt spanning en die waren zenuwachtig en ik had eigenlijk alleen maar plezier en ik kon heel goed aanvoelen dat zij ontzettend zenuwachtig waren en daarom last hadden van die spierspanning. Maar bij mij is het juist andersom. Ik ben 's ochtends best wel gespannen voor mijn eerste wedstrijd. Maar hoe verder ik in het toernooi kom, hoe relaxter ik ben en hoe makkelijker ik de juiste acties kan uitvoeren. En dat is wel te danken aan de jaren van mentale training en ervaring en coaching die ik heb gehad.